Hey, fijn dat je kijkt. Ik ga in deze video weer een kijkersvraag beantwoorden. Zonder fluff, zonder bullshit, straight to the point. En wil jij trouwens wekelijks van mij de beste tips ontvangen omtrent je pole business? Of wil je een gratis training over product research inzien van 1,5 uur, waarin ik alle ins en outs gedetailleerd uitleg over hoe ik dat proces aanpak? Check dan even de omschrijving om je in te schrijven. En voor nu veel kijkplezier. Good morning. Zou je meer sales pakken met een lagere verkoopprijs en een winstmarge van 30% of minder sales pakken met een iets hogere verkoopprijs en een winstmarge van 40% en waarom? Alright, dus de keuze is tussen een lagere prijs en minder marge of een hogere prijs met meer marge. Meestal gaat het hand in hand hoeveel sales je draait, dus wat een prima tactiek is, wat ik zelf hanteer, is lekker laag in de prijs beginnen. Zo laag dat je rond het break-even punt zit, misschien net erboven, om lekker veel sales op te krikken in die beginperioden, want de salesnelheid dat bepaalt hoe hoog je stijgt in de ranglijst, in de salesranglijst. En je wilt lekker hoog staan. En hoe hoger je komt, hoe meer je de prijs kan aanpassen naar het gewenste prijsniveau. Dus nou, wat ik zou doen is laag beginnen, lage marges. En hoe hoger je in die ranglijsten komt, hoe meer je je prijs kan opschroeven. Zodat je weer tot een lekker gezonde en aantrekkelijke marge komt. Dus om jouw vraag te beantwoorden, allebei. Laag beginnen dus en hoog eindigen. En het liefste hoog blijven. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet in te schrijven voor de nieuwsbrief en om je in te schrijven voor de gratis product research training van 1,5 uur. Dankjewel, tot de volgende keer.